Welkom bij de Slim Beleggen podcast van Bots Capital. Het is nummer 53 alweer. En zoals altijd is Jesse Baars, een presentator, en ik, Michiel Stokman. En vandaag hebben we een speciale gast. Ook op een speciale locatie, namelijk zijn locatie. En dat is Paul Buiting van Holland Gold. Ja, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Want normaal zit ik altijd daar voor onze eigen podcast. En dan heb ik hier de gast. En nu word ik zelf natuurlijk hier onder handen genomen. Dus ja. Het is even wennen. Ja. Ja, ik zeg al welkom, terwijl ik gewoon bij jou welkom ben. Ja, het is maar bij mij thuis, zeg maar. Ja. In ieder geval welkom bij dus locatie Holland Gold, maar ja. Bij de Slim Beleggen podcast. Yes. We zien hier wat heel moois liggen. Ik zie echt goud. Zou je iets meer kunnen vertellen over jezelf, over de organisatie Holland Gold voor de kijkers, zodat we een mooie introductie hebben? Zeker. Nou, ik ben Paul Buiting, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. Sinds augustus 2021, ook een van de aandeelhouders. En ja, ben zelf verder getrouwd, twee prachtige kindjes. We wonen in Amsterdam en met heel veel plezier run ik deze onderneming samen met het fantastische team en andere goede aandeelhouders. En zijn we lekker bezig om het bedrijf uit te bouwen. Ook internationaal en binnen Nederland met allerlei nieuwe producten. We hebben natuurlijk de klassieke baren die we doen, maar we hebben ook een edelmetaal rekening. Kun je heel makkelijk per gram online kopen. We hebben recent MSM Gold overgenomen, een concurrent, waardoor we onze positie verder hebben vergroot. Dus ja, we zitten hier met heel veel energie en geestdrift en goede mensen. Zijn we bezig om het bedrijf verder uit te bouwen en dat is hartstikke leuk. Ik heb in 2007 denk ik voor het eerst goud gekocht. Waarschijnlijk weet je wel waarom toen, hè? Toen was het was het ook een beetje rommelig in de economie in de wereld. Heel klein beetje rommelig in de wereld. Dus ja. Toen dacht ik, ik moet in elk geval iets tastbaars hebben voor als het helemaal in elkaar klapt. Dan kan ik het er nog afschrapen om een broodje te kopen of iets dergelijks. Wat verklaart het succes van Holland Gold, denk je? Nou, ik denk het succes van Holland Gold is ook vooral het succes van goud natuurlijk. Goud is nou eenmaal een heel erg gewild product momenteel. Dit jaar alleen is het natuurlijk al 35% gestegen. Begin van het jaar was een kilo nog 60 mil en nu 80 mil. Er gebeurt heel veel in de wereld. Enerzijds hebben we geopolitieke onlusten, wat altijd goed voor goud is. Anderzijds heb je ook gewoon enorme schuldenlast in heel de wereld. Niet alleen Amerika, maar ook Europa, Japan, China. En dat is doorgaans ook goed voor goud. En wij zijn eigenlijk op die golf van populariteit van goud zijn we aan het meesurfen. Maar wat we extra goed doen, denk ik, is dat we heel erg bereikbaar zijn. Enerzijds kun je bij ons op kantoor langskomen. We hebben meerdere kantoren in Tilburg, Rotterdam, Amsterdam, Alkmaar. En kun je met ons in gesprek voor advies of om iets af te halen. En anderzijds zijn we heel zichtbaar, denk ik, met onze eigen populaire podcast, met heel veel media optredens. Dus daardoor krijgen mensen ook vertrouwen in je als bedrijf, dat je meer bent dan een zolderkameroperatie. En we hebben natuurlijk heel veel verschillende producten. Bij ons kun je eigenlijk alles. Je kunt het zowel afhalen, het kan thuis bezorgd worden, het kan in de kluis. Fractioneel kan worden gekocht, zoals ik net heb uitgelegd met je edelmetaalrekening. Dus voor alles wat bij ons, voor iedereen. Van arm tot rijk, man, vrouw, jong, oud. Ja, ja. En dat persoonlijke karakter merk je ook wel, dat zorgt wel voor het stukje vertrouwen, denk ik. Hè? Dus bij de klant dat ze ook even langs kunnen komen, een kopje koffie kunnen drinken. Ja. De gezichten achter de organisatie kunnen ontmoeten. Ja. Ja, wij zien dat ook. Dat is echt belangrijk, omdat er zoveel scams zijn. En zeker ook digitaal. Dat mensen het heel fijn vinden dat wij gewoon echt staan voor de zaak. En letterlijk en figuurlijk en ook bereikbaar zijn. En dat is super fijn. En dat vind ik ook leuk om te doen. Uiteindelijk met klanten in gesprek zijn en begrijpen waarom klanten doen wat ze doen. En daar word je als bedrijf alleen maar beter van. Want dan leer je ook wat je fout doet en wat je beter moet doen. En zeker als webshop gaat het vooral, als het fout gaat, is het toch meestal bij de bezorging. Dus dat hebben we ook helemaal geoptimaliseerd. We hebben in het verleden heel veel slechte partijen gehad die voor ons bezorgden, van die grotere bedrijven. Ging heel vaak mis, weet je, dan raakte pakketjes weer kwijt of werd het in de kliko neergelegd. En nu hebben we echt een topbedrijf wat voor ons werkt. Oud militairen, oud beveiligers. Om dat stukje, die laatste mile. Dat gaat best wel cruciaal. Ja, dat is heel belangrijk. Een TMU-pakketje. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar je wilt niet een watertransportauto in straat hebben. Het moet wel discreet, veilig, verzekerd. Maar dat stukje, als je dat echt goed hebt staan zoals wij nu, dan maak je klant heel blij. Want dat is ook waar de meeste spanning en zorg zit bij een klant natuurlijk. Van ja, komt het wel goed aan en wanneer en hoe. Dus dat moet je gewoon goed hebben. En hetzelfde geldt natuurlijk voor alle aspecten van je business. Maar ik heb wel gemerkt in mijn tijd hier dat laatste stukje, een bezorging, dat wel echt heel belangrijk is. Ik heb zelf ook een zeilmakerij, bootzeil.nl. Dan maken we hele mooie geïngineerde pakketten. Maar die sturen we per post ook op. En soms zijn die pakketten 1000 euro, 2000 euro. En met name in de beginjaren in België raakte gewoon bijna de helft van de pakketten raakte gewoon kwijt. België is helemaal automatisch, ja. Verschrikkelijk. En in Frankrijk rijden ze niet. In Frankrijk is bijna onmogelijk om edelmetaal te voeren, want niemand wil ze daar meer branden. Het is, nee.
Ja, dus dat heel langzaam moet je dan de juiste partijen vinden en, dan, en anders ben je zo al je trust kwijt. Klopt, maar daarom zie je nu een trend in onze markt dat steeds meer bedrijven zich focussen op, nou, dan gaan we het alleen nog maar in de kluis aanbieden. Heel veel partijen bieden alleen nog maar kluis edelmetaal aan en dat doen wij natuurlijk ook, dat is heel belangrijk. We hebben 500 miljard aan edelmetaal in de kluis liggen voor klanten. Maar tegelijkertijd willen we niet ons eerste product waar we mee begonnen zijn, gewoon het product wat je kunt afhalen of thuisbezorgd kunt krijgen, dat we dat niet uit het oog verliezen. Ook al is dat heel erg spannend en moeilijk, dat is uiteindelijk wel wat heel veel, nog steeds de meerderheid wil. Die wil het gewoon zelf hebben, not your vault, not your gold. Wat ze bij crypto zeggen is natuurlijk not your keys, not your coins. Maar dus dat wil je ook hebben, je wil thuis of kluis. En maar ik vind dat toch wel grappig. Hè? Ik heb zelf ook wat goud, want ik heb gewoon een verdeelde. Ik heb uiteraard bitcoin, ik heb aandelen, vastgoed, maar net ook goud. Gewoon spreiding, spreiden. Dus dat gelijk, je moet gelijk het advies, hè, denk ik. Ja, maar je bent natuurlijk ook een vader, hè. Naarmate je ouder wordt, je hebt meer te verliezen, wil je ook beter spreiden. Dat ook. Maar ik heb dan toch wel een deel, ik heb een klein beetje goud thuis, ook voor de kinderen, om te voelen. Het houdt ze wel lekker vast ook, het is lekker zwaar. Nou, als ik goud wel op vakantie regelmatig, dat vind ik toch wel link, als je het thuis bewaart. Dus als je een paar kilo thuis hebt liggen. Nou, is nog het eerste deel van je kinderen, dat is, ik vind het ook zo belangrijk om dat te benadrukken. Want kinderen leren, en mijn kinderen zijn nog heel jong, maar mijn oudste van 5, die krijgt geldbegrip door te werken met muntjes. Dus die heeft die eurotjes in zijn portemonneetje en of we gaan naar de kiddyland en werken met muntjes. Of, muntjes zijn heel belangrijk in een kind hun fantasie, ook in de tekenfilms zien ze muntjes. Dus crypto is fantastisch, maar met crypto kun je niet een kind goed leren rekenen met muntjes. Maar het is heel tastbaar en heel dus echt. Als je voor je kinderen gouden tientjes koopt of je hebt wat of zilveren muntjes, dan leren kinderen heel erg, oké, dit vertegenwoordigt de waarde. Ja. Dan kun je mee rekenen, kun je mee ruilen, kun je bewaren. Klopt. Dus voor kinderen om de functies van geld, ruilen, rekenen, om ze dat goed bij te brengen, is het leuk om en om met munten te werken. Zeker als die munten nog echt waarde hebben, zoals echte gouden en zilveren munten. Maar ik ben het verder met je eens, Michiel, dat je niet inderdaad te veel thuis moet hebben. Ik heb zelf ook allemaal natuurlijk in de kluis liggen, maar zeker als directeur van zo'n bedrijf wil je natuurlijk extra voorzichtig zijn. Ja. Maar de meeste vermogende mensen hebben natuurlijk wel gewoon ergens opgeslagen. En niet alleen per se bij ons, kan ook overal zijn, je hebt allemaal kluisbedrijven. Ja. Maar een stukje binnen handbereik hebben, zeker als ergens de pleuris uitbreekt, is ook prettig. Ja, ik heb maar voor dezelfde reden doe ik dat ook niet met bitcoin of met crypto's. Ik vind gewoon, je kunt het wel cold storage thuis leggen, maar je kunt ook wel, maar toch kunnen, je hebt uiteindelijk toch fysieke codes, zinnen of de wallet zelf. Ja, dat kan, en als ze dan ook nog eens weten wat mijn bedrijf is. Ja. En dan is dat toch de link eigenlijk om dat thuis te hebben. Er zijn bekende verhalen natuurlijk in onze branche, ook in de crypto-branche, dat het misgegaan is. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn. Ja. Wat zie jij als de voornaamste beweegreden, voornamelijk bij de klanten die Holland Gold heeft? Wat is de voornaamste beweegreden om goud te kopen? Komt dat toch uit die onzekerheid vandaan voor het vallen van of voor onrust in de wereld? Is dat het stukje van ik wil mezelf indekken? Komt het uit een angst vandaan? Of is het gewoon het stukje spreiden en ik wil mijn vermogen daarin breder wegzetten? Wat zie je als voornaamste reden naar voren komen? Ja, goede vraag. Allebei wel. Maar je ziet met name de wat meer professionele vermogende belegger, die kijkt gewoon heel klinisch naar goud en ziet het als een, als je onderzoek leest, dan zie je dat als je tussen 5-15% van je vermogen in goud hebt, dat je dan net even iets beter op lange termijn presteert in je portefeuille dan als je het niet hebt. Want er zijn gewoon een aantal jaren, bijvoorbeeld 2022, enorme drawdown op de beurs. Goud deed het goed. Heel vaak als er geopolitieke rommel is, dus een oorlog, een inval, beurs naar beneden, goud omhoog. Dus als je gewoon terugkijkt, weet je dat als je in die periode in je portefeuille ook het goud had gehad. De traditionele portefeuille zegt 60% aandelen, 40% obligaties. Nou, dat doet het de laatste tijd slecht omdat obligaties het slecht doen. Als je 10% in plaats van obligaties goud doet, dan weet je dat je eigenlijk op termijn veel beter presteert. Dat is helemaal de klinische afweging die je als professionele belegger maakt. Waarbij goud ook echt wel natuurlijk een verzekeringscomponent heeft. Dus niet alleen maar hedgen voor beter rendement, maar ook als het echt helemaal misgaat. En dat is dan de eerste groep mensen die vooral daarom goud aanhouden. Van ja, als het echt misgaat, dan is het prettig als je goud hebt. Dat is ook de reden waarom centrale banken goud aanhouden en heel veel aanhouden. Heel veel centrale banken zijn er ook heel open over. Ook de Nederlandse banken en de Duitse en de Italiaanse zeggen allemaal van ja, goud heb je nou eenmaal ook om, als het straks misgaat met de currency, om het opnieuw te moeten herstarten. Het is echt wat dat betreft een plan B. Dus spreiding is goed, kun je rendement verbeteren, maar de verzekeringscomponent is ook absoluut een belangrijk aspect. Ja, dat is zeker zo.
Dat is natuurlijk de, waarom in 2007 ook Bitcoin is ontworpen. Hè? Als een manier om een, eigenlijk doe je digitaal goud na. Dus dat plan B ook, nou, hij heeft het niet verzonnen, maar hij heeft het gevonden. Volgens mij is het de Japaner geweest die het stock-to-flow model heeft ontwikkeld. Een stock-to-flow model van hoe lang duurt het? Voordat je de bestaande goud, hoeveelheid op de stok hebt. Ja. Hoe je die kan minen, en die heb je ook met Bitcoin. Ja, heel, heel mooi dat hij die gevonden heeft. En absoluut, ja. Ik was natuurlijk in de beginjaren van Bitcoin aardig voorbij. En als je het dan gevolgd hebt toen, dan zie je gewoon dat heel veel van... Enerzijds kwam het uit die cypherpunk hoek. Anderzijds ook heel veel van die Austrian goldbugs waren erbij betrokken. En zo'n Nick Szabo had Bitgold natuurlijk ontwikkeld. Wat absoluut ook wel een inspiratiebron is geweest voor Satoshi. Voor zover Nick Szabo niet gewoon Satoshi was, maar... je ziet heel duidelijk ook in de whitepaper dat goud wel als model gebruikt is, ook qua mining. En er is gewoon heel veel verwantschap tussen de twee. En ik heb ook vorige maand gesproken bij het Bitcoin event in Amsterdam. En ik zie het ook echt als vrienden, de twee, goud en Bitcoin, niet als vijanden. Ik vind allebei interessant om in de portefeuille te hebben. Ja. En ik zie ze op termijn, als alles gaat zoals het zou moeten gaan, zou misschien Bitcoin wel veel belangrijker kunnen zijn dan goud. Ja. En in de tussentijd, de komende decennium, zitten we in een soort van in een periode, een storm- en drangfase waarin iedereen op zoek is naar een nieuw evenwicht. En we gaan langzaam zeker weg van die dollar. En het is onduidelijk wat daarvoor in de plaats komt. En in het vacuüm gaan mensen teruggrijpen op wat ze kennen. En goud is wat men kent. En dat is het bankiers kennen. Naar het stukje gelijk opgaan tussen Bitcoin en goud, zeg maar. Dus als je kijkt naar de groei van Bitcoin over bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar, is dat natuurlijk vele malen groter geweest dan de groei van goud. Ja. Maar als je nu gaat kijken. Komt van een lagere basis natuurlijk ook, hè? Dus dan is het makkelijker om te zien. Het is een ander type track record. Maar als je nu kijkt naar een kilo goud en een kilo, een Bitcoin, gaat ongeveer een beetje gelijk op in prijs. Ja, zeg maar. Ja. Dus het was in 21 waren ze ongeveer gelijk. Ja. En nu vandaag ook weer. Een paar procent verschil. Ja. En ertussendoor was natuurlijk Bitcoin heel veel lager. Ja. En de vraag is wat er over een jaar gebeurt. Waarschijnlijk gaat Bitcoin natuurlijk goud ver voorbij, omdat het nog schaarser is. Ja. Ja, kijk, als je maar echt voor het hoeft het niet naast elkaar te zien stijgen. Nee, maar je moet ook van de fase in leven af. Kijk, als je echt jong bent en je hebt weinig geld en je ziet het meer een beetje als... ik wil een 100x halen, dus ik ga voor een van de obscure cryptomunten, want ik wil hetzelfde realiseren als veel early bitcoiners hadden of zo. Ja. Kijk, Bitcoin gaat niet zo snel, maar 100x. Goud natuurlijk ook niet. Maar als je wat ouder bent, je hebt wat meer vermogen en je zoekt vooral rust, goede nachtrust en dat je iets kunt nalaten voor je kinderen, dan zit je heel anders in die wedstrijd. Ja. En bij mij gaat natuurlijk het meeste, wat ik over heb, gaat natuurlijk gewoon in het bedrijf zitten uiteindelijk. Wat ook weer indirect goud exposure is. Ja, ja. Nee, het bedrijf blijft natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Normaal is het zo dat het tegenargument tegen goud, en misschien ook wel tegen Bitcoin, denk ik, is dat, we moeten het straks ook nog even over hebben, is dat de overheden middels het hele systeem creëren elk jaar veel geld erbij. Er wordt veel geld bijgemaakt, minstens 8% per jaar komt er wereldwijd bij. Ja. Dus als je je geld op de bankrekening wordt dus 8% per jaar grosso modo minder waard. Dus het verdwijnt. En wat doe je dan om dat te bewaren? Ja. En hoe zet je dat dan in? En is het traditionele model is eigenlijk toch ook voornamelijk investeren in bedrijven. Want dan heb je inflatiecorrectie. Hè, want je producten die je verkoopt, die kan je inflatie corrigeren als je geluk hebt. Plus, en ondernemerschap. Dus dan heb je eigenlijk, goud is zeg maar de inflatiecorrectiedeel. En dan plus dat ondernemerschap erin. En dan, het nadeel daarvan is dat je natuurlijk, dan moet je het ondernemerschap beoordelen. Dat is natuurlijk het moeilijke. Ja, dat is lastig. En ik heb ik in het begin al veel verkeerd gedaan. Met name toen ik net in crypto zat, in Bitcoin. En toen vroeger had je helemaal geen crypto, had je gewoon Bitcoin en je had een paar andere coins. Een aantal van die coins bestaat nog steeds. Verbaas me nog steeds dat Litecoin en nog zoveel market cap heeft, Dogecoin en zo. Maar in het begin heb ik een fout gemaakt door wat Bitcoins toen op een gegeven moment in bedrijfjes te investeren van die crypto startup. Ja. Het gros daarvan is natuurlijk ook gewoon op een dek gegaan. En dan met een beetje geluk kon je er nog wat geld uitpeuren. Maar als je het gewoon in Bitcoin had aangehouden, dan was het veel beter geweest. Ja. Maar goed, dat iedereen die wat langer in Bitcoin en crypto zit, heeft mooie anekdotes over hoe coins kwijt zijn geraakt. Zeker. Of verkeerd zijn gespend. Ik pak altijd het voorbeeld erbij van de bruiloft in 2014. Dat was een Hollywood bruiloft met de huidige koersen. Toen heb ik wat Bitcoin ervoor ingezet. En dat was hartstikke mooi, een mooie dag van mijn leven. Maar zo heeft iedereen, denk ik, die wat langer in crypto zit, altijd anekdotes. Nee, ik ben ook Bitcoins verloren. En we hebben ook een... Ook een initial coin offering gedaan vanuit Zwitserland, dat we met Botsnet begonnen waren, 6 jaar geleden.
Alleen wij maakten het enorme fout, namelijk door het technisch heel goed te willen doen. Dus wij gingen eerst technisch heel goed bouwen, we wilden ook echt wat ze noemen utility, een gebruiksfunctie aangeven. Alleen die hype die gaat zo snel, dus daardoor, als je het gewoon verzonnen, je maakt er een white labeltje, dan kon je het 1 miljoen ophalen. Ja. Maar als je het goed wilde doen, zoals wij, ja, dan was je net te laat. Dus we hadden gewoon 70.000 euro gehaald. Oh, okay. Ja, ja. Maar het werkte wel goed. Ja. Dat is een hele moeilijke markt. Maar dit, als je 16 bent, je bent in voor een geintje, het maakt niet uit. Ja. Ga spelen lekker mee. Ja, toch? Ja. Maar weet dat je waarschijnlijk gaat verliezen. Ja. Maar wat je net aangaf, natuurlijk goud in bitcoin, in principe heb je daar geen dividend of inkomsten uit. Dus daarom is het ook al prettig om in je portefeuille een stukje aandelen te houden. Ja. En natuurlijk, ja, als je je eigen onderneming hebt, dan is het natuurlijk nog, los van de inkomsten die je daar mogelijk uit kunt halen, is het ook gewoon nog veel meer dat je in staat bent met eigen middelen je passie te financieren. Want wat we hier doen met elkaar, is het gewoon, het is natuurlijk een veredelde hobby in die zin. Ik vind het gewoon zo leuk omdat we hier dat bedrijf uitbouwen en dat daar geld in moet, dat is alleen maar leuk. En, even los van de rendementen die je er wel of niet uithaalt. Ja, en dat is een stukje ondernemerschap, een stukje betrokkenheid wat je er echt bij hebt. En dat blijft natuurlijk het allerleukste. Absoluut. Alleen op termijn wil je natuurlijk dat via andere wegen gaat lopen. Een volgend onderwerp waar we het toch nog even over willen hebben is ook een beetje het geopolitieke stukje. We zien dus best wel veel onrust in de wereld. Maar wat we wel continu blijven zien is dat eigenlijk die geldhoeveelheid die blijft groeien. Wij zien eigenlijk dat alle seinen op groen staan voor een komende verdere boelmarkt voor goud, voor aandelen, voor bitcoin, voor eigenlijk alles. We zien een beetje zo'n supercycle. Misschien 5, 6, 7 jaar. Kort uitleggen voor de kijker. Supercycle bedoel ik eigenlijk mee. Er wordt heel veel geld gecreëerd, corona, weet je wel, maar tegelijkertijd zitten we al 3, 4 jaar in een periode waarin de groei van de economie heel traag verloopt. China staat stil, Europa staat stil, Amerika ging nog redelijk door, maar ook heel veel delen staan daar stil, dus vertraagd. Dus er zijn overheden hebben wel wat geld gecreëerd, maar eigenlijk is er verkrapping. En de rentes vlogen ook omhoog, niet alleen de officiële rentes, maar ook de reële rentes die aan bedrijven wordt gerekend, dat is ver boven de 10% vaak. Oftewel, iedereen is aan het verkrappen. En nu is dat die cycle die begint weer ten einde te lopen. En dus ontstaat er zo'n nieuwe supercycle. Waarschijnlijk krijgen we weer een periode waar je als start-up makkelijk geld kan ophalen. Maar in elk geval een periode waarin al die asset classes, dus huizen, ja, die kunnen nog verder stijgen. Want de rentes gaan naar beneden. Dus die huizenprijzen in Amsterdam, het zit nu op 10.000 vierkante meter. Dat gaat, als ik de specialisten mag geloven, die gaat makkelijk naar de 20.000 per vierkante meter. Dus een beetje richting Zwitserland, zeg maar. Ja. En hetzelfde gaat dus met goud gebeuren, met bitcoin, met aandelen, al dat soort zaken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij zit ook elke dag met je neus in de macro-wereld te snuffelen, denk ik. Ja, nee, het is altijd een heel interessant debat over deflatie versus inflatie. Ik ben in Nederland natuurlijk een aantal echte deflatoire goeroes die eigenlijk altijd wat deflatie verwachten. Ik ben altijd van mening geweest en daarin kom het overeen met jullie dat uiteindelijk is er veel meer incentive, met name voor de mensen die aan de touwtjes trekken en die het geld hebben om inflatie te hebben dan deflatie. Deflatie met daarbij ook nog eens mogelijk hogere werkloosheid, faillissementen, depressie, een beetje jaren 30 stijl, dat is echt het nachtmerriescenario voor de mensen die aan de touwtjes trekken. Voor de beleidsmakers, want die worden dan geconfronteerd met heel veel ontevreden kiezers die werkloos zijn en nare beelden. Hoe kan een overheid zijn begroting financieren met deflatie? Nee, dat wordt. Kijk, uiteindelijk zijn we het er ook over eens dat een ideale wereld zonder fiat geld en hard geld, dat deflatie de natuurlijke gang van zaken is. Door technologische vooruitgang is er heel veel reële groei. Maar omdat de geldhoeveelheid beperkt groeit, krijg je dus per definitie deflatie. Ja. En volgens mij lijkt mij dat een goede vorm van deflatie. Dat zou je willen. Dat zie je nu ook natuurlijk. Als computers goedkoper worden, is het alleen maar goed. Mensen gaan echt geen uitgaven uitstellen, omdat ze merken dat het goedkoper wordt per saldo. Nee, zeker niet. Dus, en ook ik, als ik weet dat het biertje volgend jaar in de kroeg 5% goedkoper is, ga ik echt niet nu dat biertje niet kopen. Dus dat is allemaal bangmakerij. Alleen de echte reden natuurlijk waarom ze nu deflatie niet willen, is omdat er gewoon veel te veel schulden zijn. En dat begrijp ik. Als ik zelf minister van Financiën zou zijn geweest, geconfronteerd worden met deze schulden. Nou ja, als ik minister zou zijn geweest, zou ik wel echt heel anders omgaan met de euro. En zou ik erover zou ik eruit stappen op een gecontroleerde manier. Ja. Maar in principe is het zo dat machthebbers behoefte hebben aan een stijging van het prijsspel. En met name ook een stijging van assetprijzen, beurskoersen, noem maar op. En mensen met geld hebben hetzelfde belang. Dus er is nou eenmaal een prikkel om
om, ja. Om schulden te maken, om geld te creëren, wat leidt uiteindelijk tot steeds hogere waardes. Ja. Nou is natuurlijk altijd wat risico dat A, dat het inflatie met zich meebrengt. Inflatie is natuurlijk ook nooit zo goed verkoopbaar. We hebben dat gezien in het recente verleden, ook met inflatie boven 10%. Zeker. Wordt het volk ook heel erg boos. De analyse is ook wel dat een van de belangrijke factoren waarom Trump gewonnen heeft, ja. is inflatie. Oftewel, ja. het is duur, het leven is duur. Ja, terwijl de officiële CPI-cijfers in Amerika best oké zijn nu. Maar dat laat ik maar zien dat dat niet voldoende meet. Het meet aan de onderbuik niet. Ja. Maar de meeste mensen in Amerika, heel veel mensen hebben het gewoon echt heel zwaar daar. Ja. Want supermarktprijzen natuurlijk vaak met vertraging groeien. En als je en is een CPI misschien 3%, maar ja. kan het in de supermarkt gerust 10-15% nog duurder ja. zijn geworden ten opzichte van vorig jaar. Ja, je ziet nu een olie is best wel, dat is helemaal aan het begin van de keten. Zit er in elke, elke stap richting de eindconsument zit eigenlijk die olieprijs verwerkt. De olieprijs is best wel lang al helemaal niet zo hoog. Maar dat zie je toch heel beperkt nog, of heel vertraagd ja, terug klopt, in de consumentenprijs. Dus het zou zomaar kunnen dat het inderdaad een belangrijk argument is en waarom Trump nu gewonnen heeft. Ja. Maar inflatie is dus ook echt slecht voor een politicus, maar het is constant wikken en wegen en proberen een soort van fine line te bewandelen. Ja. Maar met het grote risico natuurlijk dat straks er veel te veel inflatie komt, of dat buitenlandse investeerders het vertrouwen verliezen in je munt, ja. en dat je dan uiteindelijk alsnog door het putje gaat. Ja. Maar we hebben natuurlijk gezien in allerlei landen dat beurskoersen, bijvoorbeeld in Zimbabwe, was er niks mis met ja. de beurshandel als je gewoon kijkt naar de prijzen van die aandelen. Maar weet je, dat is zo uniek aan de huidige situatie, is dat we hebben een soort consensus onder centrale banken om met ongeveer dezelfde snelheid geld bij te drukken. Ja. Dus je kunt nergens anders heen, tenminste ja. als je gewoon in de wereldhandel wil blijven functioneren. Je kunt wel in Paraguay gaan wonen, maar je kunt niet echt ergens anders heen. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat BRICS probeert nu. Hè? Dus, ja. dus wat ik echt van iedereen hoor, en ik kan het niet vaak genoeg blijven benadrukken, want ik hoor het van centrale bankiers. Okay. En ik praat natuurlijk ook met een hoop ex-centrale bankiers. Ook in Nout Welling natuurlijk recent nog gezeten. Dat echt een watershed moment was dat in februari 2022 dat de Russische te vergoeden werden bevroren. Ja. Dat is echt wel een keerpunt geweest, waardoor nog meer dan voorheen, want in de jaren daarvoor waren BRICS-landen natuurlijk ook al bezig met het uitbouwen van hun goudvoorraden en het afbouwen van hun dollarreserves. Maar het is in de stroomversnelling geraakt. En het zou zomaar kunnen zijn dat er straks wel een punt komt dat men de dollar massaal dumpt. Ja. Natuurlijk is dat risicovol, want als je heel veel dollars aanhoudt en je gaat ze dumpen, dan snijd je jezelf in de vingers. Maar er komt het punt wellicht dat men niet meer geïnteresseerd is buiten G7 om in onze munt. En dat als dat massaal wordt gedumpt, wat voor impact dat heeft op de wisselkoers. Ja. En als de euro door het putje gaat, als die nog bestaat, dan gaan we natuurlijk heel veel inflatie importeren. Want we maken gewoon veel te weinig zelf. Dus, inflatie onze kant op komen. Hoe lang denk je dat het duurt? Kijk, heel eerlijk gezegd, je kunt van Trump voor alles vinden, maar ik denk dat hij Amerika goed op de kaart gaat zetten en dat hij ook de dollar uiteindelijk misschien niet stevig maakt, maar goed controleert. De dollar is nu te duur eigenlijk, hè? Dat is het probleem. Dus omdat het een wereldreservemunt is, is er heel veel vraag naar. Ja, ik denk dat hij dat blijft. Als je alle handel, ik denk dat hij dat veel langer blijft dan dat nu de consensus is bij heel veel analisten. Ik denk dat als je kijkt bijvoorbeeld naar, het was natuurlijk grappig dat toen in Rusland de tegoeden werden bevroren, dat Rusland gewoon doorfunctioneerde. Hè? Dat was een soort van, we hebben dus kennelijk geen controle. Maar aan de andere kant, die dollar die is nog steeds zo dominant, en ook als je kijkt naar dominante technologie op het gebied van wapens, maar ook geopolitieke handelen, op het gebied van wat Elon Musk doet met Starlink, met de kwaliteit van algoritmes, AI. Amerika is nog steeds, die zat on top of their game eigenlijk. En ik zag laatst een Chinese auto, ik zie het anders ook. In mijn straat zag ik een Chinese auto en toen dacht ik van, ja, hij is misschien niet met Italiaanse passie ontworpen, maar de naadjes en de manier, de kwaliteit van de afwerkingen, weten dat die in China $18.000 kost ongeveer, dat is wel magnifiek. Dus ik zie het wel allemaal opkomen. Ja. Maar aan de andere kant is Amerika toch een land wat een unieke energie heeft. Helemaal eens. En Amerika is in staat om zichzelf constant opnieuw uit te vinden. Die ondernemersgeest, die vrijheid. Je ziet wat Musk ook voor elkaar krijgt. Dus ik hoop eigenlijk dat Amerika in staat is om zich meer te richten op zichzelf. Om dat land weer groter te maken. En hopelijk ook met het besef dat het voor Amerika, maar ook voor de rest van de wereld, beter zou zijn als ze zich wat minder zouden bemoeien met andere landen. Ja. Dat je naar een wereld gaat
Misschien wat meer anarchistisch, in de zin van dat er geen politieman meer is, maar wel veel meer vrijhandel en veel meer in die zin focus op wat je zelf goed kunt maken, zonder dat je moet afdwingen. En door een meer zelfbewust Europa, bijvoorbeeld. Maar het zou ook voor Amerika goed zijn als die dollar niet meer straks die rol van reservemunt heeft. Want uiteindelijk is het voor Amerika niet altijd een zegen geweest. Het feit dat er daar zo weinig wordt geproduceerd is onder meer omdat die dollar eigenlijk te duur is. Ja. In een vrije markt, setting waarbij de dollar niet de wereldreservemunt zou zijn, zou de dollar goedkoper zijn geweest en zou Amerika veel meer hebben geproduceerd en zou dat ook geen handelstekort meer. Je ziet dat Donald Trump vindt dat, hè? Die deelt jouw analyse. Ja. Die zegt van ik ga importheffingen doen, daardoor. Ja, als compensatie voor die te dure dollar. Dus ik ga de inkomens ga ik minder belasten. Dus en ik dwing eigenlijk producenten om in Amerika te gaan produceren. Ja. Maar het kan backfire natuurlijk, het kan helemaal de verkeerde kant op gaan. En uiteindelijk, dat heeft Trump denk ik misschien, of, dat onderschat hij, maar als hij met allemaal tarieven komt, dan zal dat betekenen dat uiteindelijk de prijzen omhoog gaan in Amerika. En dat compenseert hij door de lagere belastingen. Maar dat zal misschien met de vertraging gaan. En die prijzen gaan, je hebt nu al Chinese leveranciers die zeggen, nou weet je wat, ik verwacht tarieven straks, dus we gaan nu al een 100% down payment vragen. Ja. Dus het begint nu al te leiden tot het leidt al tot frictie. En waarschijnlijk dus hogere prijzen. Ja. En dat zou natuurlijk voor Trump natuurlijk heel vervelend zijn als hij straks als de prijzen omhoog gaan, maar hij is pas vertraagd in staat om iets aan die belastingen en regels te doen. Maar goed, als iemand het kan is dan Amerika. Als je kijkt naar Duitsland, die heeft natuurlijk een probleem met met name door corona gehad en Rusland, goedkoop gas, maar ook tariefoorlog met China of spanning met China. Natuurlijk ook vanzelf de kerncentrale gesloten. Heel veel domme beslissingen gemaakt. Dat is niet economisch gezien. Daar heb ik met Kees de Kort eens. Ik had Kees de Kort natuurlijk vorige week in de podcast en die is natuurlijk een man om dingen te overdrijven en hij houdt van hyperbol, maar hoe hij inderdaad Duitsland omschrijft en de idioterie daar, hoe ze constant bezig zijn om zichzelf volledig overbodig te maken, dat is echt stuitend. Ja. Dus elk aspect wat je kan verzinnen, doen ze niet meer. Dat is niet meer. Ja, en het was natuurlijk echt gewoon de kern van heel Europa eigenlijk. Samen met Frankrijk, ik denk dat Duitsland echt wel de kern was, die stond echt nog wel voor dat Europees krachtige en een stuk trots. Ja. En gewoon echt, wij hebben. Kijk, Frankrijk is gewoon een land die groot is en een hele goede diplomatieke dienst heeft, maar een begrotingsoverschot van het gigantische 6% per jaar. Dus tekort, ja. 6% overschot. Dat is natuurlijk een gigantisch aantal. En Duitsland gaat er nu ook heen, want Duitsland moet nu met Draghi, dat zullen ze investeringen noemen, maar dat zijn gewoon uitgaven. Ja. Die moeten nu dat land gaan redden door geldcreatie. Dus het wordt, wordt wel in Europa is ook wel heel leuk, gezellig, mooi, goede wijn. Ja, het wordt een openluchtmuseum straks voor Chinese toeristen en voor Amerikaans. Ja, ik vind het wel lastig op Europa dat als je alles zo beschouwt wereldwijd, de geopolitiek, dan is het heel duidelijk dat men die enorme neiging voelt om te zeggen, Europa, we moeten ons verenigen, we moeten een vuist maken richting al die andere blokken. En zo prima facie is dat een heel mooi argument, hè? Ja. Maar als je erover nadenkt, dan ik ben zo kritisch geworden over de koers van Europa en over die onderlinge verdeeldheid. En ik ben van mening dat je kunt beter gewoon maar uit elkaar gaan. En dat je sterke natiestaat hebt, wat Nederland zoals Singapore wordt of zo, of Nederland misschien zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland was van oudsher een handelsland. Laten we dat weer omarmen en met heel veel landen zaken doen en handel drijven, zonder dat we geforceerd onderdeel worden van een blok die onderling zo verschillend is en te verschillend, dat het ooit in staat zal zijn om echt een vuist te vormen. Ja. Want als je mensen forceert, ondanks alle culturele, linguistische en economische verschillen samen te werken, dan leidt het uiteindelijk alleen maar tot een hele broze vuist, die tot meer schade leidt dan als je gewoon onafhankelijk van elkaar zou. Zo'n mooi voorbeeld is die 110 mm granaat. Dat is gewoon een simpel ding. En daar Rusland die kan er geloof ik iets van 10 miljoen per jaar maken. En dat is gewoon je standaard kogeltje, die granaat die je afschiet als je ruzie met elkaar hebt daar in Oekraïne, in de Donbass. En wij hebben dan per land. Hebben we andere eisen. Het is gewoon één standaard ding, maar wij weten het in Europa zo te doen dat we toch niet aan elkaar kunnen leveren, dat we toch aan contracten zitten, dat je geen lange termijn contracten afsluit, waardoor en de Duitsers mogen niet aan de Fransen leveren. En al. Ja. Dus we zorgen voor een totaal soort van moeras. Dat is absurd toch? Je bent onderdeel van de NAVO. We willen wel verliefd zijn, maar we zijn niet verliefd. Nee, daarom. Ja. En je kan beter een slecht huwelijk ontbinden dan dat je hele verdrietige kinderen hebt straks. Het blijft denk ik heel lastig om beleid te voeren eigenlijk
je wilt eenzijdig beleid voeren op iets waar eigenlijk heel veel verschillende onderdeeltjes en heel veel verschillende culturen en dergelijke in zitten met ieder een eigen wil. Ja, hoe ga je daar een eenduidig beleid op kunnen voeren? Dus eigenlijk is het onmogelijk om het goed te doen. Maar ja, Europa is toch ergens bang van, hey, als we, stel je voor, we gaan uit elkaar. Hè, wat zou dat betekenen? Welke partijen kunnen dan eventueel nog machtiger worden? En willen wij dat wel of niet? En ja, gaat het totaal besluitloos. Dat gewoon langzaam af, denk je niet? Dat gaat toch niet gebeuren? Nee. Europa blijft toch één? Ja, Europa blijft wel één nog voorlopig. Want er is te veel politieke druk en je kunt het... Ook je ziet natuurlijk wel binnen Europa steeds meer stemmen, patriotische stemmen, net als Trump, die zeggen, focus je gewoon zoals Orbán op Hongarije. Je ziet dat wel natuurlijk toenemen. En in Nederland hebben we natuurlijk met Wilders ook iemand nu die wat meer aandacht wil voor Nederland en de problemen die we zelf hebben. Ik begin op zijn minst met taken weghalen bij Brussel die je makkelijk zelf kunt uitoefenen. En dus Nederland zou zelf de baas moeten zijn over de eigen grens. En dat gebeurt allemaal wel al. Hè? Dat gebeurt steeds meer, ja. En eigenlijk, kijk, ik ben echt wel voor vrijhandel en de EEG was op zich een mooi iets, dat je met elkaar afspraken maakt over hoe je met elkaar handelt. Maar die vrije verkeer van personen, daar gaat het om wringen natuurlijk. En die munt had nooit moeten komen, daar werd zo voor gewaarschuwd, ook in Amerika. In de jaren 90 natuurlijk allemaal Nederlandse economen, die munt had nooit moeten komen. En de Italianen kunnen niet devalueren, al je eigen instrumenten ben je kwijt. Voor Italië is die munt te sterk, voor ons is die munt te zwak, dus je bent je instrumenten kwijt. Je moet echt gewoon voldoen aan die optimale valuta gebied voorwaarden, wil je dat doen. Ja. En dat hebben we gewoon niet gedaan. En sterker nog, we zijn het nog aan het uitbreiden ook. Dus dat is helemaal des Europa's. Dus je maakt een fout en vervolgens ga je het nog eens, net als in het casino, ga je nog verdubbelen. Nou, nog meer landen. Maak een fout gewoon groter. Ja, weet je, Europa is al onbestuurbaar. Maar weet je wat, Moldavië mag er nog bij en Oekraïne en Georgië. Ja, ondanks bezwaren die Rusland had, we gaan het gewoon doen. Dat is gewoon zo naïef. Het is geopolitiek gezien naïef en economisch is het zelfmoord. Dat je een Unie die al niet goed staat, die al op leme voeten en wankelt met diverse interne crisis, dat je die nog eens gaat uitbreiden. Ja. Dat is hoogst onverantwoord. Maar ik vind het sowieso heel grappig dat Europa de neiging heeft tot heel dogmatisch handelen. Dus als we iets geloven, dan blijven we gewoon door met dat geloven, ondanks alle feiten. Ja, er zit geen achteruitrijversnelling op. Nee, hetzelfde met die kernenergie van Duitsland. Dat is heel apart. Kijk, wij als ondernemers, als we een fout maken, dan zeggen we sorry tegen het team, sorry jongens, dat was een verkeerd product, of dat was een verkeerde campagne, of dat we daar hebben we even een IT-misser gemaakt. Wij repareren het, sorry klanten, we gaan weer door. Weet je, maar politici zullen zelf excuses aanbieden en zullen alleen maar doorgaan tot op een gegeven moment natuurlijk de wal het schip keert. En dat moeten ze wel. En dat begin je nu een beetje te zien in Europa, denk ik, dat mensen er wel klaar mee zijn met de energietransitie. Ik hou heel erg van stroom. Hè. En ik vind dat ik het thuis. Elektrisch rijden rijdt ook lekker. Als je helemaal elektrisch rijdt en die snelheid, de stilte, is ook heerlijk. Maar Paul, even één, ik rij ook elektrisch, onder andere elektrisch. Maar wat wel zo is, is dat als het. Kijk, dat vind ik ook weer een voordeel voor een voorbeeld van dogmatisch denken. Dat als stadcentrum wil je energie, wil geen uitstoot hebben. Maar weet wel dat als je elektrisch rijdt, dat je tot op dit moment ben je afhankelijk van kobalt, van lithium en dat soort. Uitbesteed. Hele aarde af. Ja, klopt. De armste gebieden, slavernij. Maar dat zijn wel degenen die Amsterdam, Utrecht, dat zijn degenen die zich moraal superieur achten. Terwijl je maar wel over de ruggen van maar dat is disclaimer, ik acht niet moreel superieur. Ik vind ook elektrisch. Kijk, en als je het kan recyclen, en als je die batterij kan je ook op andere manieren maken, op heel veel andere manieren. Ja. Dus die is nog een toekomst. Ja. Maar ik bedoel meer dat, dus die bewegingen vind ik wel goed. Alleen het is meer dat de manier waarop dogmatiek in de uitvoering. Wordt er doorheen gedrukt en eens. En ook eerder, ook als er dan tijdslijnen worden gemaakt van 2030, we gaan het niet halen, dus gaan we nog eens keer twee. Zelfs nu zie ik voorstellen vanuit Den Haag komen. Ik denk van jongens, we hebben al verkiezingen gehad. Er was al heel duidelijk een andere electorale wind. Kijk wat er in de wereld gebeurt. Maar er nog steeds van mening zijn van we moeten nog harder gaan. We moeten Nederland gidsland zijn. Ja. Ondanks alle schade die het met zich meebrengt. En straks heb je de AfD in Duitsland als grootste partij. Ja, zijn Wagenknecht erbij. Je ziet op de klimaattop krijgen ze ook niet echt de juiste landen. Kijk, de VS die gaat zich natuurlijk een stukje minder bemoeien met de klimaatdoelen die zijn gesteld. Dan vervolgens andere landen die toch wel, dus in Singapore en Saoedi-Arabië en dergelijke, die toch best wel economisch best aardig meespelen wereldwijd. Die zeggen van wij gaan daar voorlopig eigenlijk niet echt aan meedoen.
En een land als Nederland is daar heel hard in aan het rennen. Met de vraag, nou ja, schoof dat ook niet. Ja. Weet je, wat, maar ja, als je weet dat heel veel landen zich niet gaan houden aan die klimaatakkoorden. Ben je dan slim als Nederland om nog steeds heel veel geld te pompen in mitigatie? Of ga je juist adaptatie doen? Gaat die dijk, als je inderdaad zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, ga wat dan die dijken doen? Laat zien dat we in Nederland goed zijn in het bestrijden van het water. En ik denk dat we dan die euro's veel beter besteden dan proberen zelf die uitstoot te verlagen, terwijl de rest van de wereld gewoon blijft uitstoten. Ja. Dat is gewoon zo'n slechte strategie. En wij hebben het in andere podcasts wel een beetje over gehad. Van, we lijken toch als Nederland, maar ook als Europa zijnde, een beetje moeite te hebben met echte diepte investeringen. Dus echt weer eens zo'n dijk, weet je wel. Ga dat dus structureel weer goed aanpakken. Of hoge snelheidstreinen. Of echt investeringen waarmee je concreet je land of je gebied daadwerkelijk. Want je in Nederland natuurlijk heel veel stakeholders hebt en inspraak. En dat is het voordeel van een benevolente dictator zijn. Zoals Xi of wie dan ook. Die gewoon zegt, maar ja, we gaan dit gebied van China gaan we inzetten om dat te maken. En in Nederland heb je altijd, en dat is ook alweer de kracht, of het mooie van Nederland, het is misschien allemaal, weet je, in Europa gaat in zekere zin huppelt achteruit, maar tegelijkertijd kunnen wij wel gewoon dit soort podcasts maken, kunnen we onze mening uiten, worden we niet opgepakt. Dat komt met een prijs, weliswaar, maar het is ook weer fijn. Ja, verder hebben we het helemaal niet slecht natuurlijk, maar het is wel interessant om te zien van hey, in wat voor landen worden wel dat soort besluiten genomen, worden toch wel structurele flinke verbeteringen doorgemaakt. Ja. En bij ons lijkt dat nog wel lastig. Maar toch zit er wel een andere wind. De wind is wel, Nederland was toch altijd wel een echt ondernemend land. En er zijn ook, de VOC-mentaliteit mag je natuurlijk niet zeggen, maar dat is wel waar. Het was meer een onderneming dan een land. Ja. En volgens mij is Nederland ook ontstaan, tenminste met de akte van verlating, vanwege een Spaanse overheersing die dus op zich prima vonden. Behalve dat ze steeds de belastingen verhoogden. Dus toen vonden ze dat genoeg. Dus het is belastingdruk geweest die Nederland heeft doen staan, onder andere natuurlijk. Ja. Ook heel veel andere belangen. Maar, dus Nederland is wel een ondernemend land en als we heel erg gaan, en dat zijn we nog steeds, maar als het grootste deel gaat navelstaren, en met name heel veel regels, zoveel regels. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar wij echt veel klanten van ons, die en dan niet af en toe één, maar echt veel, die willen of gaan of zijn al naar het buitenland gegaan. Oh, we hebben heel veel. Absoluut. Het is, en met name, ik moet al een beetje denken aan het boek van Ayn Rand, Atlas Shrugged, waarbij op een gegeven moment de creatieve ondernemers vertrekken en een eigen community starten. Ja, het is lastig om het natuurlijk precies te becijferen, maar je ziet als je kijkt naar emigratiecijfers, we hebben gewoon steeds meer Nederlanders die emigreren en het zijn vaak toch wel hele goede productieve ondernemers. Ik ken er genoeg. Ja. Natuurlijk heb je de nodige klanten van ons die gewoon wat ouder zijn en lekker pensioen aan het vieren zijn ergens aan de Costa. Maar met name ook gewoon steeds meer 40ers, 50ers die nog heel veel willen werken, maar toch te veel regeldruk ervaren hier. Maar als je ook kijkt naar ondernemersenquêtes, is regeldruk is altijd klacht nummer 1. Ook als ze mij vragen waar heb ik het meest mee te maken, is het regeldruk. En dan de regeldruk in combinatie met de snelheid van verandering. Dan is er weer een nieuwe regel, en weer een nieuwe regel, en weer een nieuwe regel. Ja. En dat is, dus kun je niet plannen. Ik las in het weekend ook dat zo'n bedrijf Morningstar, dat is een databedrijf, dus die wil zoveel mogelijk data ontvangen, want met die data kunnen ze doorverkopen, kunnen ze een mooi ding mee doen. Die zeiden zelfs dat het in Europa zo is doorgeslagen, met name die nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive, waarbij grote ondernemers over van alles nog wat cijfers moeten verzamelen. Dus hoe is de diversiteit, hoeveel uitstoot heb je, al dat soort zaken. Maar echt een enorme datasets, en dat zijn de grote bedrijven, maar goed, die gaan straks aan hun kleinere leveranciers ook dezelfde eisen stellen. Dat zo'n Morningstar zegt van ja, dit is gewoon veel te veel data, daar kunnen wij zelfs niet eens aan. En dan kun je laat staan de ondernemer die al die data moet verzamelen. Ja. En dan heb je natuurlijk allemaal weer accountants nodig die dat moeten gaan controleren. Die hebben er ook geen tijd voor, dus die gaan gewoon weer overal vinkjes zetten, wat weer leidt tot nieuwe schandalen. Ja, het is echt kafkaesk. Eigenlijk het stukje wat jij nu aangeeft over hey, je moet dus reporten over je duurzaamheid en dat soort zaken en bepaalde eisen voldoen. Het wordt uiteindelijk weer natuurlijk een stukje checkboxen, maar vervolgens zijn er ook best wel weer businesses die keihard aan het groeien zijn, omdat zij die bedrijven weer bijstaan in het behalen van... Oh, absoluut. Een hele industrie. Ontstaan eigenlijk. Wat heb je er mensen aan? Helemaal niks. Ja. Maar dat is dus wel weer interessant, om te zien ook daarin, je gaat er een beetje aan de knopjes draaien en dan vervolgens ontstaan er weer gigantische miljoenen bedrijven die juist bedrijven weer helpen om aan dit soort... Maar het is heel breed, hè. Het doet me denken. Ik
denk dat het zondag was. Toen knalde ik tegen een podcast aan. Heel toevallig, want het was gewoon in de auto aan het doordraaien. En toen zei mijn vrouw, hey, die jongen die ken ik. Die werkt voor de hockeyvereniging. En die jongen die is... Die begeleidt normaal voetbalteams, dus ook ex-voetballer voor AZ, ik ben zijn naam even kwijt. En hij zegt ja, in Nederland, hij probeert mensen, of jongetjes, meisjes, aan het spelen te krijgen. En dus eigenlijk gewoon na school voetballen, stoepen, ja. Whatever. Ja, mooi. Hij zegt als je een voetballer hebt, die de na school kan hij 30 tot 40 uur per week trainen. En normaal, zelfs als hij in de A zit, dan doet hij maar 4, 5 uur of 6 uur. Weet je wel? Dus ja. Als je buiten speelt, daar krijg je talent voor. Maar dat is natuurlijk heel goed voor je, ook voor antidepressie. Hij zegt, in Nederland is het zo, ik ben maar aan het doen. En op een gegeven moment, ik doe het gewoon. Ik neem die jongens gewoon mee. Maar in Nederland hebben we superveel mensen waarmee ik praat. En die schrijven alleen maar beleidsstukken opnieuw. En wat gaan ze dan doen? Dan maken ze een rapport waarin ze schrijven dat de mobiele schermtijd is weer toegenomen, het aantal buitenspelen is weer afgenomen en het is alarm. En dat schrijven ze. Maar dat doen ze allemaal achter een computer. Maar die mensen moeten gewoon een computer dichthouden, ja. Naar een school lopen, pak een bal. Ja, zo simpel is het. Ja, je hoeft er niet zo over te schrijven. Nee, ja, kijk, dat is een beetje wat in Nederland, dat is zo comfortabel. Ja. Straks gaat er nog een school beboeten omdat die kinderen niet buiten. Dan moet je een controleur in dienst nemen en ondertussen ben je nog steeds niet aan het voetballen. Maar Nederland was er altijd juist, ik ben absoluut geen voetbalkenner, maar Nederland was er juist, wij produceren zoveel topvoetballers juist omdat heel veel kinderen buiten speelden. Maar dat is, kijk, mijn oudste die is ook heel veel buiten te vinden, gelukkig maar. En die vindt het heerlijk om tegen een bal te trappen. Even, van de week zijn eerste proeftraining gehad bij de voetbalclub. Die vindt het fantastisch, dus de komende tijd maak ik me daar geen zorgen over. Maar, nee. En het scherm lonkt altijd natuurlijk, maar volgens mij, want Nederland was vroeger toch altijd juist het land bij uitstek waar... Ik werd gewoon naar buiten geschopt. Ja. Ik mocht echt, woensdagmiddag mocht ik 2 kijken. Ja. Je ziet tegenwoordig best wel voorkomen van, bij mij om de hoek ook dan in Amsterdam is het van, dan zitten de ouders die zitten op het terras en zeggen tegen hun kind, hier is de iPad en, of hier is de telefoon en ga daarmee maar aan de slag, zeg maar. Het is gewoon luiheid, die ouders. Weet je wel, van ga lekker het grasveld op en ga daar lekker mee aan de slag, maar het is gewoon... Rust is een heel erg gemakkelijk middel, denk ik. Dat ze zeggen, kijk alsjeblieft, hier is de iPad. Het is een speen voor oudere kinderen, het is net als een speen. Ja. Precies, dus dat is... Je ziet, maar het is wel zo dat kapitaal, ze hebben eigenlijk over het renderen van kapitaal. En dat wordt wel steeds belangrijker, ook voor iedereen, zelfs voor kinderen. Want we begonnen net even over kinderen. Ik ben ook heel bewust mijn kinderen aan het opvoeden. Dat geld moet je voor je laten werken. Want ik weet, de komende, in hun leven, elk jaar komt er 8% meer geld bij. Dus hoe eerder je snapt hoe dat werkt, want je kan wel heel hard werken en dat is goed, dat moet je doen en dat is fijn en dat is heel, kan je ook van ontwikkelen en daar kan je heel veel lol uithalen. Maar je geld verdwijnt wel als je het op de bank neerzet. En banken hebben zich teruggetrokken. Een van de belangrijkste redenen waarom klanten naar ons te komen en naar jou is dat wij ze persoonlijke aandacht geven, dat we ze luisteren en dat we ze echt welkom heten. Ja. En banken die duwen je weg. Nee, exact. Dus eigenlijk ik merk het ook bij vrouwen. Heel veel vrouwen die vinden beleggen eng, moeilijk. Maar het is wel ook de bankrekening van vrouwen, die gaat met 8% per jaar achteruit. Juist, ik denk dat met name vrouwen, ik zit bij mijn eigen vrouw ook, dat die geneigd zijn om het gewoon bij de bank te laten staan. Omdat ze er geen zin in hebben. Omdat ze dat, maar juist persoonlijke gesprekken met vrouwen kan ook helpen. Ja, wij staan ook echt pal voor het hebben van gesprekken. En ook bij ons kunnen de kindrekening openen of de ouders kunnen het voor de kinderen doen. Natuurlijk, maar je moet dat gesprek zo snel mogelijk aangaan met kinderen. Want samengestelde interest, dat zei Einstein toch, was een achtste wereldwonder of zo. Dat zei je. Ja. Dan misschien nog een klein stukje, want ik denk dat wij zijn heel positief gestemd. Zijn we vaak, wij zijn niet vaak van alles stort in elkaar, alles gaat mis. Wat zijn volgens jou de komende, komende 5 à 10 jaar, wat is het grootste risico op de financiële markt en in de goudwereld wat je aan ziet komen. Ja, wij eindigen wel positief in onze podcast, maar dan gaan we nu even negatief eindigen. Nee. We kunnen nog een laatste einde doen. Nou ja, het grootste risico denk ik voor ons als Nederlanders is toch echt wel het eindigen van de euro. En het is altijd zoiets dat je, ik roep het al jaren, en je op een gegeven moment moet je ook voor waken dat je niet een soort van karikatuur van jezelf wordt, omdat je dat maar blijft roepen en het gebeurt maar niet. Hè. Zoals Middelkoop die destijds de val van de dollar voorspelde, maar die heeft natuurlijk, die was gewoon iets te vroeg. Het gaat wel gebeuren, maar je moet heel erg oppassen met je voorspellingen. Maar ik zie, als ik gewoon kijk naar de interne dynamiek van zo'n eurosysteem, is het gewoon een kwestie van tijd voordat er weer een crisis ontstaat. De centrale bank kan niet blijven doorgaan met het wegwerken van de problemen. Dat hebben ze in het verleden gedaan. Ik denk, en met name Franse schuld maak ik me zorgen over.
Ik ben erg benieuwd of de ECB nu alweer extra aan het opkopen is, bijvoorbeeld via dat nieuwe programma TPI. Dat gaan we maar vanuit. En als de ECB daar straks over gaat publiceren, dan krijgen we daar weer ophef over. Zeker nu met nu er een nieuwe wind waait door Europa. Weet je, Zuid-Europa gaat niet haar begrotingscultuur aanpassen. Die zijn al eenmaal gewend aan inflatie, aan tekorten. Dat past gewoon niet bij onze cultuur. En hoe eerder we dat begrijpen, hoe beter. En hoe eerder we daar ook mee stoppen, hoe beter. Maar zolang dat, als we op deze manier doorgaan, is het denk ik op een gegeven moment een kwestie van niet of, maar wanneer het misgaat. En hoe langer we wachten, hoe groter de pijn zal zijn. En dat zou zomaar binnen de komende 10 jaar kunnen gebeuren. En dat is een enorme schok. Dat gaat vele malen heftiger zijn dan Lehman of corona of wat dan ook. Zeker als je daar niet op voorbereid bent. Ik heb zelf mijn familie in Zuid-Amerika. Die hebben dat gewoon meegemaakt. Hè? Dat je op een gegeven moment overnight de helft van je spaargeld kwijt bent. Omdat ze overgaan op een nieuwe currency. Hè? Dat soort dingen kunnen gebeuren. En dat is volgens mij gewoon het grootste gevaar wat je loopt als Nederlander. Ja, en als belegger moet je om die reden spreiden. Dus absoluut. Niet alleen de AEX, maar gewoon ook Amerikaanse aandelen, wat dollars aanhouden. Ja. Hey, de opkomst van de BRICS kan nog wel eens veel harder omslaan op de euro dan op de dollar. Absoluut. Ja. Ja. Ja, de dollar, die weet je, dat zal misschien niet meer de wereldreservemunt zijn. Maar kijk naar de pond. Dat is ook niet meer de wereldreservemunt. Maar is wel vaak nog steeds een onderdeel van iemands reservemix. Ja. Ja, en de dollar, dat zal dat ook zo zijn. Want Amerika, wat je eerder al aangaf, die hebben heel veel pluspunten. Hè. Het is een afgeschermd eiland. We hebben heel veel eigen resources, olie, voedsel. Die kunnen, misschien zijn ze nu afhankelijk van chips, maar die kunnen straks heel veel zelf. Doen ze al. Dus die rennen het wel. We hebben natuurlijk een groot leger. Europa zit echt in de gevarenzone. Ja. Zwakke munt, zwak leger. Demografische uitdagingen. Weinig vrienden. En we zijn ook heel goed in het maken van nieuwe vijanden. Dus we hebben goede mensen nodig. We hebben mensen nodig die diplomatiek kunnen zijn, die visie hebben, ondernemers, goede ingenieurs. We moeten, het is tijd om met de bezem doorheen te gaan, met name in Brussel. Ja. We gaan het zien. Dankjewel, Paul. Ja, leuk gesprek. Het vloog voorbij. Leuk, we hebben allemaal onderwerpen behandeld die we van tevoren niet hadden doorgenomen, want we hebben van tevoren niks doorgenomen. Zo hoort het in een goede podcast. Hè? Misschien tot de volgende keer, we gaan het zien. Ja. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.